Wel, zoals de meeste goede ideeën is ook het idee van Rewind ontstaan op, jawel, café. En wat eigenlijk het wilde idee, een kleine droom om Belgische klassiekers integraal te laten spelen hier op het AB-podium. En daar zijn we dan concreet mee gestart in 2007 met de Scabs. En ja, Remo van Groenhout is nog gevolgd, de Kids, Guido Bocanto. En ja, dit jaar hebben we daar weer 4 nieuwe artiesten aan toegevoegd. Goedenavond allemaal en bonsoir. Soyez les bienvenus tout le monde. Wat ongetwijfeld toch wel de koudste steenlegging is, denk ik, van deze hele Rewind-reeks so far. De 4 artiesten die we dit jaar hebben uitgenodigd zijn De Puta Madre, De Mens, Wim Mertens en ook Luc van Akker. Als je mij nu vraagt waarom net die artiesten, wel, De Mens bestaat dit jaar 20 jaar. En ja, zij zijn ook beginnen rocken, heel snedig rocken, als bij toeval in het Nederlands. In een tijdsperiode, begin jaren 90, dat het eigenlijk helemaal niet evident was, of dat het bijna onaanvaardbaar was dat in de Nederlandse moerstaal gerokt werd. In een nat land, bij een bosje. De eerste momenten dat we met De Mens begonnen en we brachten Dit is mijn huis uit, dat was onze eerste single. Dan wisten we totaal nog niet waar we naartoe gingen gaan. En ik denk zelfs dat als we hier nu zijn en dat we dat al 20 jaar doen, dat dat net is omdat we geen plan hadden of dat we niet de bedoeling hadden 20 jaar te laten duren. We wilden gewoon de muziek maken die we zelf graag horen. Dat klinkt echt zo. Onoprecht. Nochtans, het is zo. Ik denk dat wel, daar ben ik blij mee. Dat we gewoon ons goesting hebben gedaan, al die tijd. En dan krijg je nu als erkenning zo'n Rewind-ster, Rewind-concert. En dat voelt goed aan. Luc van Akker, zeg maar het enfant terrible van de Belgische popmuziek. Hij heeft met The Ship in 1984 een internationale klassieker geschreven, die eigenlijk voor een stukje miskend was, zeker Zanna, dat eigenlijk een wereldhit had moeten worden. Maar godzijdank heeft Music for Life samen met de Subs, Tom Barman en Céla Sou daar toch een heel intrigerende versie van gemaakt. En is dat album zoveel jaren later toch weer terug uit de vergetelheid geraakt. En verdient hij meer dan ooit een volwaardige Rewindster. Ik zou zeker ook Kurt willen bedanken dat hij mij die kans geeft om hier nog eens te spelen, want ik vind natuurlijk zelf mijn album buitengewoon, maar nu dat andere mensen dat ook leren appreciëren, dankjewel AB. Ik heb 25 jaar die nummers niet gespeeld en dus daarom dat die mijn verstand gaan niet zo goed en dus moet ik mijn teksten terug leren. Maar dat komt ik in over de tegenvolgende week, staan we er. Absoluut. Ja, en Anna Domino komt meedoen en David Rhodes komt meedoen. International production. Geweldig. Wim Mertens. De man heeft Struggle for Pleasure uitgebracht. Alweer een klassiek album, maar dan in de letterlijke zin. Toen die plaat in 82 verscheen, volgde de pers niet. Ook het publiek niet, maar wel Frankrijk, Spanje, Japan en Italië waren razend enthousiast over deze nieuwe klassieke minimalistische pianist. En zoveel jaar later heeft hij toch gelijk gekregen en eren we hem in de Rewind-reeks met zijn plaat Struggle for Pleasure. Struggle for Pleasure is het ook leuk dat toch in deze steenlegging ook aspect van geschreven muziek, notated music, aan bod komt en dat we daarmee eigenlijk een soort bevestiging hebben dat we beyond de genre, voorbij het genre, voorbij de afgeleide genres eigenlijk muziek kunnen maken die eigentijds is en die nu toch al heel die periode ook een publiek vindt dat trouwens, ja, alsjeblieft. We zijn ook heel blij dat we met De Puta Madre, de allereerste Brusselse francofone band of hiphopcollectief, mogen verwelkomen. En De Puta Madre heeft met Une Balle dans la tête de allereerste Belgische hiphopplaat ever uitgebracht.
Die verscheen in 1995, was niet alleen in het Frans gerapt, maar ook in het Spaans. En even voor de historische correctheid, en in inzichting van het Hof van Commerce, de allereerste Nederlandstalige rapplaat die in België verscheen, verscheen pas in 1998. Net zoals het debuut van Star Flam, dat ook datzelfde jaar verscheen. Bon, big up à BTV parce que de toute façon big up à la B, mille merci t'as vu pour cet hommage. Franchement nous on est là le 10 mai pour faire un live, donc soyez nombreux. Oh les bourses boulevard.